Ik buk me eigenlijk, gewoon op mijn knieën zitten, wat dat niet ongewoon is, maar in deze situatie was dat niet heel plezierig. Oh my god! Fucking madig gast! Good morning guys, welkom bij een nieuwe vlog. Ik wou nog eens vloggen vandaag, omdat het gewoon te warm is om in de studio te zitten, dus bij deze. Wat ik even wil zeggen, al even een heel dikke merci aan de mensen die dat, Tom zijn steunactie voor mij hebben ondersteund. Ik heb jullie gezegd dat ik altijd een update ga blijven geven. We hebben momenteel ongeveer 1300 euro, denk ik, ingezameld. Ik ben heel dankbaar ervoor, omdat ja, elke cent kan mij verder helpen. En ik zeg het, mensen moeten hun eigen ook niet verplicht voelen. Weet je, deze is iets van mijn beste vriend uit dat hij wou doen voor mij. En ik apprecieer dat zo hard. Ja, ik kan niet meer zeggen en gewoon dank u. Dat zijn dingen die dat mij ja, minder stress geven. En I'm not gonna cry again, hè. I'm not crying. Ik wil ook trouwens ook even die emotionele vibe dat op mijn kanaal hangt, wil ik even gewoon weg of zo. Ik wil grappige, leuke vlogs kunnen blijven maken zonder te moeten wenen en weet ik veel wat. Maar ik wil gewoon even dank u zeggen tegen iedereen. Voor de rest gaan we gewoon lachen vandaag, hè, hopelijk. Natuurlijk zijn er ook altijd negatieve reacties en mensen met commentaar en dat begrijp ik. Weet je, iedereen mag zijn mening daarover hebben. Voor mij is dat ook heel moeilijk om hulp te aanvaarden, hoor. De mensen in mijn omgeving weten dat ook wel. Ik ben daar te trots voor of zo, weet je wel. En ik ben daar te trots voor. Ik ben niet van hulp aanvaarden en dergelijke. Ik heb zoiets van, ik zal het zelf wel doen. Ik kan het zelf wel. Maar soms is hulp aanvaarden niet zo erg, denk ik. En dat blijkt ook in deze geval. Dus iedereen die een dono heeft gedaan, dikke shout-out naar jullie, dankjewel. En zoals ik al zei, natuurlijk ook altijd wel negatieve commentaren. Zo mensen zijn er ook. Ik laat dat gewoon aan mij voorbij gaan. Wat ik wel even wil duidelijk stellen, er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, je zit in schuldenrieten net, maar je wil een Mercedes. Oké, ik kan even proberen uit te leggen. Ik heb een paar jaar geleden mijn auto geleased, hè, dus een leasing. Dat doe je meestal dat je een zaak hebt, dat je zelfstandig bent. Ik heb dat toen ook op de zaak gedaan. Ik heb op de zaak die een auto geleased. Ik heb die 2 jaar geleased of iets langer. En ik heb toen op die 2 jaar tijd ongeveer in totaal in huur, zal ik maar zeggen, daar ongeveer 15.000 euro aan betaald. Hè, dus in huur. Nadien was het de bedoeling om die auto weg te doen, maar dat is niet mijn auto op dat punt. Hè? Dus als je bijvoorbeeld zegt van oké, ik ga mijn leaseauto terug aan het bedrijf overlaten, dan ben je eigenlijk al dat geld dat je daar hebt ingestoken in die 2 jaar, zit je kwijt. Hè? Dus je hebt de optie om een leasewagen te kopen nadien of die gewoon terug aan het bedrijf te geven. Nu, als ik die terug aan dat bedrijf had gegeven, had ik 15.000 euro gewoon weggesmeten. Ja? Dus al het geld dat ik in die 2 jaar, die een huur zal ik maar zeggen, had ingestoken, dat zou weggesmeten geld geweest zijn. En dat wou ik niet. Dus ik heb er ook met mijn boekhouder gesproken en die zei ook van ja, je kunt hem beter aankopen, want anders is dat weggesmeten geld. En dan heb ik die auto inderdaad aangekocht. Maar die auto staat op de zaak. En alles wat je op de zaak koopt, kun je niet verkopen en dan dat geld in je privé steken. Dat gaat niet. Alles wat zakelijk is, is ander geld. Je hebt heel veel mensen die dat rijk zijn in hun zaak, maar die dat straatarm zijn in hun privé eigenlijk. Hè? Was dat een beste leasing dat ik had gedaan? Nee. Ik had misschien inderdaad toen in een tijd een kleinere auto kunnen pakken. Maar ik heb die auto nu al 4 jaar. Ik zat ook helemaal mentaal niet op een juist punt toen ik die auto heb geleased. Bij mij was dat ook een punt toen ik die auto heb geleased. Ja, dat zal ongeveer 4 jaar geleden zijn, dan was ik nog altijd midden in mijn probleem. He, dus ik was nog altijd aan het gokken en dergelijke. En elke cent dat ik niet in gokken stak, was voor mij positief. He, dus, hoe moet ik het zeggen, als er geld op mijn rekening stond, moest dat naar het casino in mijn kop. Dat was zo, dat was die verslaving. En wat ik dan deed, was eigenlijk als er geld was, zo snel mogelijk uitgeven aan iets anders, zodat ik dat niet in die casino zou steken. Daar heb ik heel veel gedaan. Ik heb heel veel rommel en brol gekocht in die tijd, maar ik dacht van nee, beter naar daar dan dat ik het in het casino steek. Eigenlijk om mijn eigen een beetje te beschermen. Op dat punt heb ik gezegd, oké, ik ga deze auto leasen. Dus ik heb die auto een paar jaar geleased en dan heb ik gezegd, ja, met mijn boekhouder samen, van oké, beter gewoon kopen. En ik heb dit toen gekocht. Nu, ik had dat geld niet om die te kopen, of volledig over te kopen. Dus ik heb daar een lening voor aangegaan. Wat ik dus wil zeggen, ik betaal nu maandelijks nog altijd die auto af. Hè? Ja, het komt er eigenlijk op neer, als ik nu deze auto zou verkopen, is dat geld dat ik sowieso niet kan gebruiken voor mijn privékosten te betalen. Plus, dan moet ik eigenlijk gewoon al het geld dat daarmee verdiend wordt, moet ik aan de bank betalen om die lening af te betalen. En aangezien ik die auto niet meer ga kunnen verkopen voor de prijs dat ik hem heb aangekocht, ga ik waarschijnlijk mijn eigen nog dieper in schuld zetten als ik deze auto nu verkoop. Snap je? Want ik ga de bank moeten terugbetalen, maar ik kan de bank ook nog extra moeten terugbetalen. Want ik ga nooit aan de prijs komen dat ik die heb gekocht. Dus in mijn geval is het beter om deze auto nu even bij te houden. Omdat ik met dat geld toch mijn privé shit niet kan betalen. Dus, allee, ik wil dat even van de kaart vegen. Want heel veel mensen hebben daar commentaar op en ik snap dat, ik begrijp dat. Maar je moet het verschil kennen tussen zakelijk geld en tussen privégeld. Dat is een heel groot verschil. Zoals ik al zei, heel veel bedrijven zijn rijk, maar zijn privé straatarm. Dat is gewoon zo. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. Maar goed, en mijn schulden zitten natuurlijk in mijn privé en niet in mijn zaak. Hè? Dus anders was ik wel failliet geweest nu. Maar goed, dan is dat ook weer even van de baan. Dan weten jullie dat. Ook heel veel mensen zeiden, ja, maar jij koopt constant dingen van bol.com en bla bla bla. Alles wat ik koop op bol.com of dergelijke zijn investeringen. Dat zijn investeringen die met zakelijk geld worden betaald, dus los van mijn privé. En dat zijn dingen die ik gebruik in mijn video's, zoals dishproducten, dergelijke. Dus ik investeer eigenlijk voor producten, maar ik verdien dat wel terug met die video dat ik er uiteindelijk mee maak. Dus alles wat ik daarvoor aankoop is ook met de zakelijke rekening. Dus ja, ik hoop dat dat een beetje duidelijk is. Maar hoe dan ook komen we er wel door. En allee, ik zeg het. Ook al had Tom die fund niet opgestart, dan zou ik er ook doorgekomen zijn. Sowieso. Misschien zou ik er dan iets langer over doen. Maar hoe dan ook ben ik elke dag hard aan het werken, mijn best aan het doen om maandelijks alles gewoon te kunnen betalen. En ik wil trouwens ook niet dat mensen mij als dit gaan bezien nu, snap je? En ik wil dat mensen mij blijven bezien als wie dat ik al die jaren ben geweest, want dat ben ik ook wel gewoon. Het is niet omdat er in mijn privé iets fout gaat of iets fout is gegaan, of op deze moment en qua schulden nog fout gaat, dat mijn persona naar buiten duwt. Snap je? Want dat ben ik niet. Ik ben geen schulden. Ik ben Jamilla. Ik ben humoristisch, sarcastisch, grappig. Ik zing af en toe. En ik heb schulden. Snap je? Dat is een extensie van mij. Maar dat ben ik niet. Dus ik wil dat mensen mij vooral niet gaan bekijken als oh, het meisje met de schulden. Heel België is schulden. Dat is ook heel het verhaal. Heel Vlaanderen is schulden. Maar heel veel mensen komen daar ook gewoon niet vooruit. Net zoals ik er jaren niet vooruit ben gekomen, bijvoorbeeld. En hoeveel jongeren, dat is mottig gewoon, hoeveel jongeren die mij gecontacteerd hebben, dat ze zeggen dat ze in hetzelfde schuitje zitten. En dat ze ook al een paar jaar met gokproblemen zitten en dergelijke. Dat is gewoon zot. Dat is echt zot. En ik probeer iedereen er individueel bij te helpen en een gesprek te voeren van zie, je kunt er vanaf geraken, bla 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 bla. Je moet gewoon de juiste doelen instellen voor je eigen leven. En het is niet gemakkelijk, hè? Sowieso niet. Het is sowieso niet gemakkelijk. En zeker niet op zo'n jonge leeftijd. Ik zeg het, ik heb het zelf meegemaakt op die leeftijd. En ik merk nu dat heel veel jongeren daar ook gewoon mee kampen. Dat is zot. Ik merk wel dat ik heel veel mensen heb losgekregen. En dat wil ik maar zeggen dat heel veel mensen die dat zelf tegen mij kwamen zeggen van zie, jij bent de eerste waar ik dat tegen vertel. Maar het is ziekelijk. En we moeten iets doen aan het feit dat er zoveel reclame rondgemaakt wordt. Dat moet stoppen. Ik zie dat op tv, letterlijk reclames, gewoon op tv, tussen tv-programma's door. Ik zie dat in buskotjes, je ziet dat overal gewoon. Ik snap niet dat zoiets gepromoot wordt. I don't get it en ik zal dat ook nooit begrijpen. Dus daar moeten we gewoon even alles op drukken dat dat gewoon stopt. En dat die promo er gewoon niet meer voor gemaakt wordt. Maar als er mensen zijn die dat zelf met dat probleem kampen, komt daar alsjeblieft gewoon vooruit. Dat helpt enorm. Dat is een hele last van je schouders valt. En je krijgt hulp. En dat is het positieve eraan. Weet je wel? Oké, je zit veel op het spel door zoiets te zeggen. En je kunt van alles verliezen. Maar de mensen die je gewoon kennen en je graag zien, die blijven je graag zien. Weet je wel? En dat is in mijn geval ook zo. Ik heb heel veel steun van mensen gekregen die ik ken. Die dat zeggen van wij gaan je helemaal niet anders bezien. Of whatever it is. En dat apprecieer ik gewoon enorm. Als mijn hond in een tuin is en ik krijg die niet binnen, is er maar één manier om die naar binnen te krijgen. Oh, shit. Ja. Er is niemand. Ik ben momenteel in de badkamer. Ik kan even pipi doen. Ondertussen is mijn beste vriend hier bij mij, Tommeke. Die zit in de living. En wij gaan zo samen even iets gaan eten. Even een terrasje doen. Lekker gezellig, moet kunnen. Wat een entree. Hi. Hi. Met een borstel, hè? Yeah, brusje, long hair. Wat is dat, jong? Ik heb dat, hè, zo'n cam voor baarden. Ja, maar dat is niet een baardcam, zo. It helps, hè. Allee, dus een zijkort. Oeh, stijltang. Ah, joh. Is dat nog niet aan? Niet stijlen of krullen? Gewoon stijlen. Why? Just come it. Hallo! Kan we het productje erin doen en it's gorgeous. Schattekje, you're fucking lease, hè? Sorry, maar mijn eigen haar krult en dit niet. Dus je ziet van boven zo krullen en hier is dat stijl. Then you have, ah ja, omdat dat extensions. Ah ja. Dan moeten we daar gewoon zo'n productje in doen en erin kneden. En dan zitten er meer, I know it, I do hair. Ja. No, Lisa. Maar ik wil wel proberen, ik heb zo van die producten voor krullen te creëren. Hoeveel krijg je daar gedaan? Nee, maar echt allemaal verschillende shampoos. Dat werkt, maar ik wil dat op deze proberen en zien hoe dat het geeft als heel het gegeven krult. Ja, dat is waar. Een goede decolteken, hè, vandaag. Terug. Ja, dan moet ze nog een BH aan doen, ik weet het. Het is heel lastig zo, maar... Oké, dus toch gaan mijn haar even stijlen. You're wearing an underwear? Nee. Oh, I can see your ponani. Ah ja, waarom vrouw dit dan? Dat is gewoon een vleeskleur. Nee, it's just my vet, hè. Dat zijn niet. Alle. Alle chance zeggen dat er langs de andere kant geen camera is, hè, mee. Ja, mijn eyes are hier, hè. Oh, ja. Yeah. Are you doing it for... Oh, nee, dat kan toch niet. Een beetje stijlen. Tegen mensen met krullen die stijle haar moeten hebben. Dan moet je aan krullen zitten, hè. Zit aan krullen en I don't give a fuck. Echt. Komt dan. Je zegt je zo gewoon zo gewend van de Jens dat hij in hun haar doet, dat als je in een random gay zit, dat je gewoon zegt van hier in mijn haar. Want de Jens is er niet. Jens! No, he's not here. When is hij home? Pas om 7 uur. Waarom moet je haar gedaan worden? Omdat wij iets gaan drinken. Allee ja, ik bedoel, why are you licking the fucking... Wil jij geëlektrocuteerd worden of... Kijk mensen. Dus mijn beste vriend, een gastje, is die nog altijd niet gewoon, hè? Maar nu is het al wel wat beter, denk ik. Waarom blijft je eigen uitrekken, gast? Kom een beetje aandacht aan. Je plumeau. Ja, ik ben dan niet meer super bang, hè? Dat is ook al iets. Ja, het is niet meer bang, dat is goed. Ja. Het is genoeg gerekt. Moet je geen kusjes geven? Moet ik je haar opstijlen? No, don't. En ik knip met die dingen, dan brand je. Hier is alweer weg. Ik kan al haarstijlen, niks van. Oké, I'm gonna turn myself. Me waiting for him. Girl! Ja, ze cutiekes, hè, schattig. Yeah, Frenchjes. Thomas, jullie gaat een biefje goed overrijden. Hè? Zo kei snel wegrijden. Ah, jong. Hier hangt die spin. Wat is dat? Ik kan almost not see it. Het is bij die kroop hier vanmorgen. Ik had bekend een accident gedaan, echt waar. Oh, je zet je drama, queen. Ja. Nou, jij niet. Nee. Kom niet zo juist aan waar we niet zouden gaan eten, maar... het is niet open. Hier aan de overkant is Bar 7. Dat is gesloten. Maar op online stond dat dat wel open was. Dus ik snap het niet goed, maar ja. Bon, we hebben iets gevonden. Oh. Een delicasa. Jullie van een delicasa? Mm. Comiacasa. Ah ja, dat. Kan niet zo, met die fucking antibiotica. Please. So, what are we wearing today? Wat voor een designer gaan? Deze is La Hour. La Hour. Ja, La Slut. La Slut. Oké, hier is dus delicasa. Ja, we gaan even wachten voor de film dat we binnen gaan, want ik ken dat. What's going on? It's choosing, ja. Dus al die vegetarische opties. Is dat oké te eten als je het niet aan je maag hebt, zo brood? Ja, zeg, al wordt het niet eten, dat is niks niet aan sterven gewoon. Ja, oké, goed. Ik ga de bolognese. Pasta bolognese pakken. Zo, yeah. Een soep. Oeh, dat is goed voor je maag. Een dagsoep. Ik heb thuis nog soep. Ik ga dat strak eten al. Ik had gevraagd voor water, maar ik las even, mijn maag is koud water niet goed. En dan we asked, nee, dat had de vrouw eigenlijk voorgesteld om kokend water te geven. En dat hebben we dan gemengd in één glas. En nu hebben we wel lauw. Ja. En dan zei ze, wat is er eigenlijk gezonder, warm of koud water voor je maag? En dan, ik denk dat warm water sowieso iets beter is, like thee en zo. Ja. Maar ook koud water, en dat schijnt, koud water bevriest dat je vet als je juist gegeten hebt. Of dan stolt je vet of zo. En dat is zo niet zo goed zijn. Zo ja. Voilà. Cheers. Cheers. Schijver en jij besteld, je hebt een krok zonder vlees. Zonder vlees. Ja, en ik heb gewoon een spaghetti besteld. Met vlees. Ja, er zijn niet echt opties, hè. Wat moet ik vragen? Spaghetti zonder vlees, kan het hak eruit halen? Een krok madame, zonder vlees? Nee, ja. Moet geen krok hebben. We hebben vanuit huis een kaaskroketje gekregen. Oh, dat ziet er lekker uit. Mm. Smakelijk. Smakelijk. Zo crunchy. Mm. Lekker. Best cool warm. Mm. Foodies. Zie ze blij zijn. Mijn maag is al een beetje beter al. Ietske, ah ja, oké. Okay. Misschien is dat toch omdat je niks gegeten had. Let's hope so. Allee, we gaan dig in. Mm. Spaghetti. Ik hoop dat je hem niet overkookt is, want er zijn er heel dingen in. Maar bon. Dat is iets waar ik nooit op een ander durf te eten. Oh, ik doe dat eigenlijk ook niet gewoon gekozen, gewoon voor het gemak. Gewoon, maar ik gewoon weet van. Ja. Ik denk altijd, je kunt er niet veel mee verkeerd doen. Dat is iets aan het aandamperen, je scherm. Ik denk altijd, je kunt er niks mee verkeerd doen. Maar... ik vind dat wel de mee, dat je daar zo niet op een ander eet. Ja, inderdaad. Allee, smakelijk. Smakelijk. Trouwens, deze vlog is echt verdeeld in verschillende dagen. Ik weet dat dat vooral misschien niet opvalt, maar het eerste deel van de video is ondertussen al een week geleden. En dan dat deel met Tom is al 2 of 3 dagen geleden. En nu is er weer een nieuw deel, dus... yeah. Vloggen gewoon niet zo vlot. Maar ik ben ook gewoon heel ziek met die nierontstekingen en zo. Ik zeg het en... het is allemaal wat veel. Om dan volledige vlogs te maken op een dag, omdat ik heel veel moet rusten nog gewoon. Maar even, waar ik gisteren nacht heb meegemokt, daar kan ik gewoon niet mee. Dus ik lag in de zetel en ik wou naar mijn bed gaan. Maar ik rook zowel 2 dagen in mijn kamer een bepaalde geur. En dat was echt zo'n geur... ik weet niet, je kunt dat met niks vergelijken. En ik had zoiets van, what the fuck is deze? En ik vond nergens van waar dat kwam. Dus ik kwam die eerste avond in mijn kamer en ik riek zo. Ik zeg, hè, wat is dat? En ik denk, what the fuck? Dus ik begin zo rond te kijken en ik vond gewoon niks. Ik kon totaal niet uithalen van waar die geur kwam. Maar die geur viel toen op zich nog wel mee. Dat was niet echt heel doordringend of zo. En uiteindelijk, ik pak zo'n luchtverfrisser en ik begin te spuiten. Ik heb een dweil gepakt. Ik heb zo wel liggen dweilen voor die geur wat te verspreiden. En ik ben in mijn bed gaan liggen en ik ben gaan slapen. Ik werd s'nachts zo wakker en dat was echt zo... ja, ik werd wakker en mijn geur sprong terug aan. Want als je slaapt, dan werkt je geur niet. En ik denk zo van, hé, what the fuck is dat? Ik ben uiteindelijk terug in slaap gevallen nadien. Gisteren, ik doe altijd mijn kamerdeur volledig dicht. Hè, dus je hebt de gang eigenlijk en dan mijn kamerdeur en dat is altijd afgesloten. Dus mijn kamer is eigenlijk gewoon een gesloten ding. Hè. En gisteren om 3, 4 uur s'nachts, ik wil van mijn zetel naar mijn bed gaan en ik doe die deur open, mannetjes. Dat is echt, die geur, dat was echt niet normaal. Ik zeg, dat kan toch niet? Ik zeg, wat is dat? En met, je begon ook al te rieken op de gang en zo. Je begon echt al zo'n geur op de gang op te vangen. Dat ik dacht van, allee. Dus ik doe die fucking kamerdeur open. Die geur was absurd. Ik zeg, ja, hier kon ik niet in slapen. Ook al weet ik niet wat dat is, ik kon daar niet in slapen. Dus ik begin te zoeken. Maar mijn kamer was echt nog redelijk proper eigenlijk. Op het moment dat mijn kamer wat vuiler is, maar dan nog, gaat dat nooit zo'n geur geven. En mijn kamer was echt nog opgeruimd en zo. Dus ik dacht van, waar kan dat dan komen? Dat is hier gewoon proper. Dus ik begin zo rond te kijken. Ik begin zo overal aan te rieken. Ik had zo'n zakje met make-up in waar ik aan begon te rieken en zo. Ik ben in mijn kleerkast gegaan. Ik heb daar geroken en niks was daar. Vandaar kwam het niet. Dus ik kom terug in die kamer en ik kijk achter de tv, ik ruik echt overal. Op een bepaald moment merkte ik zo dat die geur straffer werd, naarmate dat ik op een bepaald punt stond. Dus op een bepaald punt kom ik zo naast mijn bed en daar was dat echt het strafste. Ik dacht, allee, is dat nu in mijn bed? Ik zeg, Zijn dat die lakens of zo? Ik was echt helemaal in de war. Ik heb zo'n bed dat eigenlijk afgesloten is. Hè? Dus tot aan de grond kunnen er eigenlijk niet onder. Maar ik heb van die schuiven dat je eruit kunt trekken. En die kunnen er ook volledig uitrollen. Hè? Dus zodat je er ook onder kunt kuisen en zo. Ik dacht van ja, weet je, ik ga gewoon even heel die schuif eruit rollen. En eens zien dat er niks onder bed ligt of zo. Ik rol dat fucking schuifje van onder mijn bed. Ik buk me eigenlijk, gewoon op mijn knieën zitten, wat dat niet ongewoon is, maar in deze situatie was dat niet heel plezierig. En ik ga met mijn hoofd onder dat bed om te rieken. Ik wou gewoon rieken. Mijn ogen waren zo half dicht. En ik snif. Oh my god. Ik had de bron gevonden. Geloof me nou. Ik doe mijn ogen open, ligt daar gewoon een dode rat onder mijn bed. Mijn maal er rond. Alsjeblieft. Ik was echt in shock. Ik zeg, wat is deze? Ik heb dat gefilmd op mijn Instagram-story. Ik zal die stories even implementeren. Dus guys, kijk even naar deze verhaal. Er is een fucking dode rat onder mijn bedgast. Ik kan echt niet benadrukken hoe hard dat stinkt. What the fuck? Oh my god. Fucking madegast. En dan gaan we die fucking maden zien bewegen. Volgens mij zat er zelfs een of andere bloedzuiger tussen of zo. Maar er was zo één maat die dat echt groot was. Uiteindelijk, ja, nadien heb ik mijn wc-papier echt goed... Allee, ik heb echt wel gezien dat ik dat beest niet heb aangeraakt en zo. Heb ik dat beest onder mijn bed weggehaald. Heb ik dat in de container gesmeten buiten. Heb ik die maden weggedaan. Heb ik alles gekuist daar met extra product, zodat dat alles zeker weg is. Dan heb ik een airco een hele nacht laten aanstaan voor te verluchten en zo'n luchtverfrisser. Dus ik heb ook in de zetel geslapen deze nacht en ik heb zo slecht geslapen. Ik heb maar 2 uur geslapen omdat dat echt niet goed lag. Maar ik kon ik beet mijn kamer dweilen, stofzuigen, even volledig kuisen en hopen dat die geur van de avond volledig muerte is. Want ik kan daar echt niet in slapen. Ik weet niet of je ooit een dode rat of een dode muis hebt geroken dat er al een paar dagen ligt te rotten. Maar dat is echt de mottigste geur dat je maar kunt hebben. Dus mensen, check zeker alles onder alle bed. Trouwens, hoe komt die rat daar? Want je gaat denken, ja, kust die kamer misschien eens? Nee, mijn kat heeft die binnengebracht. Mijn kat houdt ervan om dode beesten in huis te brengen. Dat is constant. En van de morgen om 11 uur, want ik lag nog altijd in de zetel. Ik had echt zoiets van, ik heb zo slecht geslapen. Ik wou nog even lekker in mijn bedje gaan liggen. Want de geur was al draaglijker dan ervoor. Dus ik kruip in mijn bed. Maar die airco die ging nog altijd allez, zo door de deur, zal ik maar zeggen. En ik had van die kussens en zo geplaatst, zodat de kat niet binnen kon. Ik wil dat beest niet meer in mijn kamer. Dat beest niet en geen ander beest ook niet. Ik lig zo met mijn hoofd naar de ruit en ineens hoor ik Wefke aankomen. Dus ik doe mijn ogen open. Stapt die wel gewoon niet terug voor die deur. Die springt op dat kussen dat ik had gezet voor af te sluiten. Met een fucking gigantische duif in haar bek, gast. Volgens mij ligt die duif er zelfs nog. Als je een gevoelige maag hebt, niet kijken. Oké? Want die ingewanden van dat beest komen er gewoon uit. Oei, heeft hij dat nou weggehaald? Ik zie dat precies niet meer liggen. Oh, dat beest is echt niet te doen. Dat gaat hier ergens moeten liggen, zo. En vooral zien dat ik er niet op stap. Oh, die dat echt weghaalt. Hé, gastje, ga weg daar. Dat was daar. Weg, weg, weg. Direct, dat, hè. Gastje, dat is vies. Kom. Oké, die dat beest is weggedaan. Alleszins, er lag daar echt een duif. Ah, dat is het vieste dat ik ooit heb gezien. Wefke stond naast die duif. Er was een duif en die ingewanden kwamen er volledig uit. Dus alles wat er aan binnen zat. Van dat roodsappig vlees. Boe. En die kat was er aan het opeten. Die was die aan binnenkant aan het opvreten, gast. Dat is echt een fucking sadist, dat beest. Maar normaal gezien sleurt die haar dieren nooit ver weg. Waarschijnlijk ligt het altijd ergens binnen te rotten of zo. Nee, ik moet echt constant op die kat letten om te zien waar hij mee naar binnen pakt en wij niet. Kom, gastje. Misschien is het ook wel beter dat ik dat gewoon niet laat zien hoe die duif eruit zegt, want dat was echt triestig. Maar ja, mensen met katten zullen mij wel snappen, zeker. Heel vermoeiend. Ik weet ook niet wat er met dat ding is gebeurd, met dat vogelhuisje. Dat zal ook wel iets van de kat zijn. Hé, die rat ligt nog in die vuilbak hier. Ik heb die hier gesmeten. Gaan we kijken? Oh, dat gaat stinken. Oh, dat gaat stinken. Buh. Ja, nee. Fuck it, dat stinkt te hard. Maar goed, deze hier. Wat weet dat die kat altijd zo? Die gaat in die boom zitten en dan springt die daarop om eraf te komen. Ik kan daar echt niet mee met dat beest. Dat is triestig. Gastje! Ah, hier! Moordenaar! Waar is uw stash? Nee, Wifke, waar is uw stash? Die schrikt. Gastje! Ah, ik riek. Ik durf die ook niet meer aan te raken, want ik denk dat die vol met ziektes zit, maat. You are full of sickness, hè? Viezerik. Gastje, hallo. Dan is er weer aan het blaffen, jong. Oeh, man, omdat er mensen lopen. Altijd garageverkoop bij ons in de straat. Ik ken daar niet mee. Kom. Kom maar. Gastje. Het ding is, ik riek die geur echt overal. Die geur van die dode beesten, ik riek dat echt al overal. Ik denk, als ik 5 minuten zoek, dat ik die duif wel vind. Hè, die dat ze gemolten. Maar dit gaat de zonne af, hè. Ja, dus. Wat de zonne. Je houdt ervan, hè, van het zonnetje. Maar ik kan dat niet doen. Zolang het dat niet binnen ligt, interesseert me dat weinig. Buiten dat dat beest dood is, dat vind ik wel verschrikkelijk. Maar ja. Gewoon nog maar wat beestjes vangen, jij. Ik kan niet met de deze. Ha, ik durf die echt niet meer binnen te laten. Wie weet hoeveel fucking vlooien dat er op dat beest zitten. Door al die moorden. Komt aan. Maar ze wilt niet. Ons gastje is helemaal anders op dat vlak. Die is super... vredelievend. Dat is echt zo'n hond die dat zo speelt met lijken en zo. Allee, ja, moet ik dat zeggen? Stel dat Wifke een dier heeft doodgemaakt, dan is Gastje de eerste om er zo te gaan liggen van waarom beweeg jij niet meer? Waarom antwoord jij niet? Zo dat. Waar is die nou weer vast, maat? Die is weer al etend. Oh, een ding, een mug. Zo'n grote mug. Die is er letterlijk... Oh, dat is zo'n sadist. Elke seconde dat dat beest buiten is, is die etend vermoorden. Dat is absurd. Hoe vangt hij nou in godsnaam zo'n grote mug midden in de dag? Zwart, mensen, ik kon hier afsluiten. Het was een hele... Ja... Een homey vlog. Weet je wel? Zo'n vlog dat je thuis hebt en niet veel anders doet. Buiten dat ik met ons in eten natuurlijk. Maar ik hoop je liked it. Soms vind ik die kleine vlogs ook wel gewoon gezellig en leuk om te maken, dus... Ik zie jullie later, dus ik zie jullie morgen bij een nieuwe video, guys. Om 5 uur, misschien iets later, je kent mij. But I will be there. Dus love you en adios.